denk dat het heel gaaf is om in het deelraad te gaan voor je eigen ontwikkeling als medewerker of als student. En zeker ook om nog meer te kunnen betekenen voor je omgeving. Ik hoop dat wij mensen nog kunnen enthousiasmeren om zich vooral verkiesbaar te stellen. Meld je dan aan voor de medezeggenschap, juist nu. Nou ja, met veel zaken zijn er wel goede verbeteringen doorgevoerd waarin wij hebben meegedacht. Zoals ook die informatievoorziening via Brightspace en de roostering. Ja, het werkdruk en ziekteverzuim onder personeel, maar ook de druk die ervaren wordt, of de belasting die door studenten wordt ervaren. Een andere belangrijke onderwerp, een leuk onderwerp, is eigenlijk de brede paramedische route. Een nieuwe variant op een opleiding waar studenten 2 jaar de tijd krijgen om een keuze te maken voor een verschillende opleidingen. Ik vind het heel leuk om mensen te leren kennen buiten mijn eigen opleiding. Ik vind het heel leuk om ook een andere rol te vervullen dan als docent. Om bezig te zijn met mijn collega's en samen te kijken hoe we faculteitsbreed het onderwijs beter kunnen maken. Ik wilde graag, als ik veranderingen wilde aanbrengen, omdat ik dus merkte dat er iets niet goed zat in de organisatie, dan wilde ik dat wel kunnen doen. Ja, ik hoop dat de Hogeschool van Amsterdam echte duurzame ambities gaat uiten en daar ook naar gaat handelen. Het project waar ik het langst aan heb gewerkt is het takenbeleid. Waar ik toen blij mee was dat we eindelijk een akkoord konden krijgen. Daar hebben we heel lang over vergaderd. We hebben nog een zetel, dus graag nog iemand erbij die in de deelraad mee wil participeren. Het is ontzettend leuk om samen te werken.